Nettie, daar zijn we weer. Ja. Het is een paar jaar geleden, ja. 2016, dat Omroep Venray hier voor de laatste keer was. En momenteel ben ik bezig een grachtenpand te maken. Dan betekent dat ik de hele gevel steentje voor steentje ga bekleden. Toen was u bezig met het huis achter u. Ja. Kunt u daar iets over vertellen? Ja, heel veel eigenlijk wel. Want ik was toen bezig met die twee zijwanden te bekleden met steentjes, te voegen. En toen heeft het stilgelegen door allerhande omstandigheden. Heb ik het een jaar of twee daarna heb ik het dus zelf in elkaar gezet. Heeft het weer stilgelegen. En afgelopen jaar ben ik begonnen met de kamers in te richten. En ja, met zoveel plezier weer. Dus heel veel ja, kamers waar ik allemaal zelf gemaakt heb. De vloeren, van doosjes bedden gemaakt. Ik maak ook dan de bedspreien, et cetera, die erin liggen. En de keukenblok, aandrijfblok zelf gemaakt. Ik moest krukjes hebben voor bij dat eiland. Ik zit aan de naaimachine en ik denk, goh, die klosjes, dat zijn mooie krukjes. Ja, Nettie, even voor de mensen ja. Die de aflevering uit 2016 niet gezien hebben. Ja. Waar komt deze passie vandaan? Ik weet het niet. Ik vind inrichten, dingen maken, opknappen, dat vind ik heerlijk. Is dat echt iets van de laatste jaren of doet hij dat al tientallen jaren? Wat inrichten betreft, gewoon mijn eigen huis altijd, heb ik altijd heel erg fijn gevonden. Maar het mooiste vind ik dan het opknappen van dingen, van meubels, et cetera, ja. iets maken. Maar ja. De miniaturen, hoe lang doet u dat al? Dat is begonnen daarboven, boven bij die schoentjesverzameling. Ik denk dat dat een jaar of 15 geleden is. Ik weet niet hoe ik aan die passie gekomen ben. Op de eerste plaats ben ik begonnen met dat verzamelen van die schoentjes. En zo langzaam ben ik er ingerold. Daarboven is mijn eerste projectje waar ik ooit mee begonnen ben, zo'n simpel winkeltje gemaakt, een schoenenwinkeltje. En dat... Zullen we de kijkers thuis vertellen waar de schoenenpassie vandaan komt? Mag wel. Ik vond dat ontzettend leuk toen je mij dat net vertelde. Ja, nou ja, ik heb altijd gelopen op naaldhakken. Ik vind het meest vrouwelijke dat zien. Het was een enge rok en naaldhakken. Ik heb erop gewerkt zelfs. Ja, op een gegeven moment kon ik gezondheidsreden, kon ik daar niet meer op lopen. En daar hebben we nou, dat is toch een prachtige oplossing. In het klein, ja. Ja, er staan schoentjes bij die ik zelf gedragen heb, qua modellen dan. Hè. Ja. Dus ja, dat... Even terug naar de miniaturen. Ja, wat is voor u de speciaalste kamer die u gemaakt heeft? Totaal alles? Ja. U mag er wel maar eentje kiezen. Ik denk toch het appartement daarboven. Het vrijgezellen appartement? Het vrijgezellen appartement, ja. En waarom? Want u bent al jarenlang bent u gelukkig getrouwd geweest. Uw man is helaas overleden. Ja. Waarom dan toch dat vrijgezellen appartement? Ja, ik weet niet, met die verdieping erin en de manier hoe ik het heb kunnen maken. De boekenrek erin, dat, ja, de gezelligheid. Kunt u iets aanwijzen wat waar u echt heel lang op gezeten heeft? Van hoe moet ik dat nu maken? En ineens had u het en... Ja, nou, een badkamer. Bijvoorbeeld hier van een douchecel maken met tegeltjes erin. Plus een toilet daarachter ook nog. En hier. En dat heeft, ja, de badkamer. Daar heb ik heel lang over zitten denken. Hoe ga ik dit allemaal doen? Maar ik heb het klaargekregen met een glaswand erin. Dat, ja. En een bank. Hier die bank. Ik wilde een beetje een moderne grote bank erin. Helemaal zelf gebouwd van weet ik wat. Van latjes, plankjes en bekleed met een jas van mijn man. Tenminste, de stukken daarvan. Ook een stuk herinnering gemaakt van Huub. Mooi dat u toch op deze manier het blijvend kunt laten. Hè? Ja, maar ik heb meerdere herinneringen gemaakt in miniatuur dan. Mijn man was ook heel erg handig. En hij had beneden in de kelder had Huub een werkplaats. En dat heb ik ervan gemaakt. Ach, dat is toch prachtig. Ja, dat is in die doos van zijn cursus. Maar dat is dan precies de werkbank ook met die rode poten. Dat is wat beneden is. Ja. Ja, het was altijd een rommeltje. Want ik mocht er ook niet opruimen. Ik ben zelf heel precies. Opgeruimd, zie je wel. Ja. Maar ik mocht er niet komen. Hoe lang bent u ongeveer bezig met één zo'n kamer? Dat is heel verschillend.
Ik heb hier productie gemaakt ondertussen. Op een gegeven moment was het onderhand elke 2 maanden dat ik een kamer klaar had. Maar toen werkte ik ook nog. Ja. En ja, dit heeft jaren geduurd. Gewoon door allerhande omstandigheden ook wel. Alleen toen ik eenmaal bezig was, ja, een jaar heb ik hierover gedaan. Maar dat is dan ook, ja, met zoveel passie. Ja, zoveel, als ik die lampjes alleen al zie. Ik heb zelf lampjes gemaakt, ik heb lampjes bekleed. Als ik hier zie dat aanrechtblok en die tafel, allemaal zelf gemaakt. Ja, dat is heel verschillend. Maar nou is het huis klaar. Ja. Wat is uw volgende project? Ik ga mijn spullen opmaken die ik heb. En ik ga wat kersttafereeltjes maken. Die ik volgend jaar wil gaan verkopen voor Kika. Ik wil mijn spullen opruimen en dan is het ook een goed doel. Dit kan ik niet verkopen. Maar ik denk wat ik nu ga maken, dat wel. Dat weet ik al van tevoren. Ik ga het verkopen. En dan kan ik het ook verkopen. Ja. Want dit kan ik niet verkopen. Dat kan gewoon niet. Er zit zoveel... Nee. Herinneringen aan. Ook, maar ook liefdewerk in. Ik bedoel, wij kregen jaren geleden een kaart, een kerstkaart van onze dochter, een schoonzoon. Die waren toen nog niet getrouwd, dus ze zijn ook al meer dan 30 jaar getrouwd. Die heb ik uitgeknipt en hierop bewerkt. En daar heb ik een kersttafereel in gemaakt. Ach. Met wat er op die kaart stond, hier ook, van open haard en de kerstboom. Kersttafereeltjes, dat is, de kerstboom. Veel kersttafereeltjes hier. En hier dit ook, weer zo'n in een oude lantaarn. Een kersthuisje gemaakt. De caravan, die heb ik nog gemaakt voor een tijd terug. Een schuifdeur heb ik erin gemaakt, hier van de doucheruimte. Dat vind ik wel altijd grappig, dat me dat lukt. Ja, hartstikke mooi, Annette. Zullen we afspreken dat we met kerstmis terugkomen? En dat we het project wat u in uw hoofd heeft gaan promoten? Ja, dat vind ik prima. Fijn. Nou, leuk dat jullie er weer waren. Dankjewel voor de gastvrijheid. Alsjeblieft, heel graag gedaan. Ja. Jullie, dankjewel. Dankjewel. Thank you.